Lettertypes zijn in Windows ruim beschikbaar. Je kunt via de verkenner uitzoeken hoe deze eruit zien of in een tekstverwerker of wat dan ook. Met het programma FontView OK kun je de lettertypes uitgebreid met elkaar vergelijken. En ook lettertypen die je zelf in een andere map hebt geïnstalleerd. Hoe je met FontView OK kunt werken zie je in deze how-to. Je surft naar softwareok.com. -okay je kiest Downloads en vervolgens Download FontView OK. Je ziet dat deze in twee talen beschikbaar is. Hier kies je een downloadversie. Ik kies de 64-bit. Dit is een zinbestand, dus dat moet worden uitgepakt. En daarna dubbelklik je op het exe bestand Het programma wordt geopend. Bovenaan kun je een taal selecteren. Je ziet de geïnstalleerde lettertype. Bovenin kun je een eigen tekst invullen. Van alle geïnstalleerde lettertypen zie je nu een voorbeeld met de naam. In beide vensters zie je hetzelfde. Als je maar één venster wilt zien, klik je hier op twee keer. Als je het vinkje hier verwijdert, kun je hier een andere tekst invoeren. Je kunt ook bekijken hoe het betreffende lettertype met bepaalde opmaken uitziet. Waarbij je ook een andere kleur kunt kiezen. Via het pijltje kun je naar een lettertype springen. Als je op zoek bent naar een lettertype dat lijkt op een geïnstalleerde, selecteer je dit via het pijltje. Daarna kun je het internet op en kiezen welke zoekmachine je wilt gebruiken. En verder naar een website die lettertype aanbiedt. Als je de internetbalk niet wilt zien, schakel je deze uit via programma. Via FontReader kun je ook de geïnstalleerde lettertypen bekijken. Je ziet hier het voorbeeld. Als je lettertypen in een andere map hebt staan, kun je die via deze knop in beeld brengen. Ik heb hiervoor een map op het bureaublad gemaakt. Je ziet direct weer een voorbeeld met de lettertypen uit deze map. Tot zover deze how-to over FontView OK.